Het Cobra Museum is voorlopig gered. Even leek het erop dat een faillissement onafwendbaar was, omdat de plannen van het noodlijdende museum volgens de gemeente niet overtuigend genoeg waren om een meerjarige subsidie aan te gaan. Het museum krijgt nu echter de tijd om nieuwe plannen te maken. De gemeente geeft voor 2024 1,4 miljoen euro subsidie en de zakenmannen Marius Touwe en Cor van Zadelhof springen ook financieel bij. Klopt, meneer Van Zadelhof, en dan, nou, ontzettend dankjewel ervoor. Aankomende 5 jaar 5 ton, 1 ton per jaar. En de kredietfaciliteit van Marius Touwe die gaat naar 500.000. Het is allemaal serieus geld. En wij hopen ook dat het een soort spin-off gaat krijgen, ook voor anderen, om de aankomende maanden met elkaar niet alleen maar te praten over bedrijfsvoering en geld, maar vooral ook om te kijken van hoe kunnen we wat moois maken. Voorwaarde is dat er een nieuw toekomstgericht plan komt voor het museum en dat het huidige bestuur en de directie vertrekken. Nou ja, we vinden het belangrijk als er vernieuwing komt. En we hebben hier in de gemeenteraad is onlangs gesproken over hoe het gaat met Cobra. En dat vraagt iedereen om vernieuwing. Daar gaan wij zelf niet over. Dat is aan Cobra zelf. En zij hebben ingezien dat dat ook nodig is. Vanuit de gemeenteraad is erom gevraagd. Ja, en wij zijn daar blij mee. Want als je een nieuwe start wil maken, dan zul je ook met nieuw elan aan de gang moeten gaan. Overigens blijft de huidige directeur Stefan van Rij wel betrokken bij Cobra. Zijn kennis en netwerk zijn belangrijk voor het museum, stelt interimvoorzitter Marius Touwe. Zeer waardevol voor het museum en het zou zonde zijn om dat kwijt te raken. Ja. Het belangrijkste is dat niet meer als woordvoerder, niet meer als zakelijk directeur. Touwe wordt de interimvoorzitter van het Cobra Museum en verwacht niet dat hij daar veel tijd mee kwijt is. Nee, dat als alles misgaat is het druk. Als het goed gaat is het een heel rustig bijbaantje. Nog even terug naar wethouder Herbert Raad. Want wat is eigenlijk de belangrijkste eis die hij en het college stellen aan het nieuwe ondernemingsplan van het Cobra Museum? Nou, het moet cultureel verantwoord zijn. Maar je moet er ook voor zorgen dat het aansluit bij het publiek. Je kunt niet alleen maar voor een hele kleine groep een museum openhouden. Je zult echt ervoor moeten zorgen dat dat aantrekkelijk is. Ja, en dat ook een belangrijk iets waar we natuurlijk al jaren over praten. Dat gaat steeds beter. Maar dat je ingebed bent in deze samenleving. In Amstelveen. En dat eigenlijk, als je hier opgroeit, dat iedereen weet naar het Cobra Museum. Als je naar Amstelveen komt, dan moet je daar naartoe.